mensenlevens elkaar kruisen. Deze week is dat brouwerij Het Anker. Het lijkt een mannenwereld, maar er werken heel wat vrouwen in de brouwerij. Vrouwen die van bier houden. Al was dat voor Els niet altijd zo. Ik moet gezegd dat ik eigenlijk vroeger een WWW was. Ik weet niet waar je dat kent, de WWW, dat is een witte wijnwijf. Dus dat zijn eigenlijk vrouwen, heel wat vrouwen vinden het heel sexy als ze uitgaan, dat ze dus een glaasje wijn drinken. Maar hoe langer ik hier in de brouwerij werk, hoe meer dat je dus ook wel de appreciatie leert kennen voor het bier op zich. De dames hier op kantoor hebben allemaal een beetje hun eigen smaak. Ik hou van de donkere bieren. Dan hebben we Anne is absoluut van de blonde bieren. Karen, onze horecaverantwoordelijke, die houdt van ons lekker stadsbiertje. Hilde, toevallig ook mijn vrouw. Als bierfijnproever houdt zij het op de pittere, de hoppige, pittere bieren. Wij werken als partner, zal ik maar zeggen, al jaren samen. Maar op het werk zijn we 100% collega's. Wordt er niet gesproken over de patatjes die s'avonds moeten klaargemaakt worden of wat dan ook. Dus dat marcheert perfect. Ik moet toegeven, af en toe, na een paar weken verlof, als je dan terugkomt op werk, moet ik al eens opletten dat ik niet zeg van, Scherke, uw kopie ligt hier nog. Het factuur van de Sam, pak dat op. Ook in andere delen van de brouwerij nemen vrouwen het heft in handen. Er is toch plaats voor één, ik heb een grote doos nodig. Ja, anders rammelt dat, hè? Wil ik er een zesje in steken? Ja, anders gaat het in de auto en dan rammelt dat. Wil jij een mayonaise maken? Ja, dat is goed. En niets, dan mogen jij een plank nemen. William, wilde jij even de saus in een bakje doen? Wilde jij ineens een paar extra bakje pakken? Als we champignons zijn gedaan, dan groeien naar jou voor de aardappelslaan. Als vrouw, als leidinggevende, ik vind dat nu niet zozeer een probleem. Ze deden daar vroeger altijd nogal heel erg over, van oh, dat is echt een mannenwereld in de keuken. Maar dat is toch al serieus aan het veranderen. En als ze niet luisteren, ja, dan moet ik streng zijn. Hè? Maar dat is niet het geval. Het gaat goed, hè, zo. Het gaat heel goed. Naar de vrouwen luisteren, hè. Voilà. Want onze sous-chef, Fanny, die is dus een beetje evenwicht, zoals de Chinees zegt, worden yin en yang. Dus geen balans krijgen. Hè. Dus dat komt ook goed, denk ik. Hè. Beetje vrouwenpower en aan de mannen dus terug bij, zo moet dat. Voilà. Een mooie mix. Ja. Ik en mijn man, we hadden eigenlijk een droom om naar Namibië te gaan. En het was echt de bedoeling om een heel mooi reiscafé te hebben. Dan hebben we daar 2 jaar gereisd, een hele vriendenkring opgebouwd. En het was echt zalige 2 jaar. Maar mijn man is ziek geworden. En wij zijn eigenlijk moeten terugkomen vanwege zijn ziekte. En hier hebben we ontdekt dat hij MS heeft. En dan hebben we het verdikt gekregen met MS. Ga je niet in een warm land wonen, constante graden, 35 graden, is eigenlijk te warm. En dat is heel spijtig, zeker als uw hart ligt in warme landen. Maar aangezien dat wij positieve mensen zijn, slaan wij ons overal doorheen. En dan proberen we hier iets anders in. En daarom is het ook leuk om met mensen van andere culturen te werken, omdat je, ik maak de gerechten niet, maar ik sta inderdaad wel in een wereldkeuken qua collega's.